Ik ben Hendrik de Vijfde van Bierbeek. En het is vandaag de start van het kasteelseizoen van het Kasteel van Horst. Dus het is de prachtige opening met heel wat workshops, vertelvee, ridders en jonkvrouwen die aanwezig zijn en die een beetje uitleg geven waar je ook mee kan vechten. Die uitleg geven over wapens en wapenuitrustingen van ridders. Er is ook een bij, je kunt daar een boom mee ommaken onder andere. Normaal moet dit naar beneden staan. Waarvoor dient dat? Dat is om achter een schild te haken. Zodat iemand zijn schild kan wegtrekken. Ziet? Of gewoon boven iemand zijn schild te steken. Alle ridders die hier ziet rondlopen, die hebben echt geleefd. En die zijn allemaal gelinkt aan de slag bij Woeringen. Dat is een veldslag die belangrijk was voor Brabant in het jaar 1288. En we zijn ook zo gekleed. Dus je ziet bij ons nog geen harnas, nog geen ijzeren platen, maar wij dragen maliën. Ik ben zelf van Bierbeek, dus ik heb gekeken of er iemand was van Bierbeek die kon linken aan de slag bij Woeringen. En Hendrik de Vijfde heeft meegevochten in de slag bij Woeringen. Ik probeer wel wat op te zoeken, maar het moeilijke bij de heren van Bierbeek is dat ze geen familiearchief hebben nagelaten. Dus er is eigenlijk heel weinig van geweten. Ik weet van mijn figuur van Hendrik de Vijfde dat hij dus heeft meegevochten in de slag bij Woeringen. Dat zijn paard gedood is tijdens de veldslag. Hij is ook nog ergens opgetreden als getuige in een ruzie tussen de stad Diest en de heer van Diest. Burgers van Diest hebben dan de hertog van Brabant erbij gehaald om te bemiddelen. Ik heb mijn maalje niet aan. Die weegt wel wat en de ridders droegen dat zeker niet de hele dag door. Dat is niet zo handig. Maalje draag je om je te beschermen, maar niet voor je plezier. Dus die heb ik niet aan, maar ik heb wel het stuk aan dat de ridders eronder dragen dat veel minder gekend is. Dat is de gambeson. Het is een dikke gewatteerde vest. Verschillende lagen stof over elkaar, gevuld met paardenhaar. En dat is eigenlijk een beetje een stootkussen. Dus maliën, de ijzeren ringetjes, beschermen tegen snijwonden. Maar de gambeson, de dikke gewatteerde vest, die beschermt tegen slagen. Tegen de harde slagen. En je kan het een beetje vergelijken met kussengevechten. Je houdt een kussen voor je buik en je laat er iemand op slaan. En daar ga je dan eigenlijk weinig van voelen. Het is een beetje hetzelfde effect. Dit is ons stootkussen. De riem waar we het zwaard aan hangen, de beurs ook, de dolk. En dan natuurlijk ook het wapenkleed, want als je alleen maar maliën draagt, ja, dan weet je niet wie bij jouw partij hoort en wie de vijand is. Dus het is belangrijk dat je een wapenkleed draagt met jouw wapenschild. Het is het wapenschild van de heren van Bierbeek. Komt ook nu terug voor in het schild van de gemeente Bierbeek. Dit is een anderhalf handig zwaard of bastaard zwaard. Waarom? Omdat je kan kiezen of je er met één hand mee vecht of met twee handen. Dus je hebt ook eenhandige zwaarden waar je met één hand vastneemt en dan kan je combineren met een schild. En je hebt ook nog grotere zwaarden, de tweehandige of de slagzwaarden, waarvoor je dan je twee handen nodig hebt om daar vlot mee te kunnen vechten. Ik ben nu zelf mijn leren scheenlappen aan het maken. Dus iemand heeft een beetje op weg geholpen om wat leer te bewerken. Dus de dingen die je kan kopen, maliën of ook de gambeson, die is gekocht. Je hebt heel wat websites waar je die dingen op kan kopen. Of op middeleeuwse markten kan je dat ook wel vinden. We proberen zo historisch correct mogelijk te zijn voor onze tijd. Dat doen wij niet. Wij geven shows, spektakelshows met gevechten, met een verhaal in, met een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad voor de kinderen. Maar wij leven niet. Wij gaan niet ons potje koken zoals toen of helemaal overnachten zoals toen. Dat doen wij niet, dat doen de echte reenactors. Het geel, heer Arnold van Heijsen. Het is 15 augustus en de zondag er het dichtste bij, in dit geval is dat dan de 14e, zijn het onze jaarlijkse kasteelfeesten. Dan is het ons grote evenement, dan heb je vier toernooien op een dag.
vertelfeeën, vuurspuwer, roofvogelshow, een heel avonturenland voor de kinderen. Dus dan moet je zeker komen. Maar je hoeft niet zo lang te wachten. Je kan ook naar Erfgoeddag komen in Bierbeek. Dat is op 24 april. Op de site van de heren van Bierbeek, aan de kerk. Daar valt ook heel veel te beleven. Er is een poppentheater, er zijn uiteraard ook riddergevechten. Er is muziek, verhaal, eten, drinken. We vertellen het verhaal van Balderik en Adela. Dat is een verhaal gebaseerd op waargebeurde feiten. We beginnen met het huwelijk van Balderik en Adela, maar dat is nog maar het begin van het verhaal. Dus zeker komen. We werken inderdaad ook met de ridderslag. Dus als je al een tijdje bij de Pinokridders bent, dan word je plechtig tot ridder geslagen. Dat is een officiële ceremonie, maar dat is in besloten kring binnen de club. Dat is niet voor het publiek. Maar het is wel een heel speciale gelegenheid. En het is zeker iets waar je naar uitkijkt natuurlijk. Het is een hoogtepunt. Hartelijk bedankt, veel succes. Dank je wel.